Hoi! En leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van Go To Met. Mij, Rochelle. Leuk dat je er bent. Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. Nou Rochelle, wat gaan we vandaag maken? Mosterdsoep. We gaan mosterdsoep maken met een lekker broodje erbij. Ja. Lekker. Ja, dat is de bedoeling dat het lekker wordt. Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, er staat wel een tafel. We hebben nodig een brood voor mij. Hij hoeft er niet in. Nou, mosterd, uiteraard. Peper en zout. Bloem gaat er ook nog in. Ik weet nu waarom. Kom er wel achter. Is dit een goede bloem? Ja, prima. Okay. Worst. Dat is ook heel belangrijk in mosterdsoep. Dat wist ik helemaal niet. Ja, lekker man. Ik ook niet. Ik kan ook spekjes doen, maar ik vind worst gewoon echt lekker. Ja, leuk. Ja. Bouillonblokjes, boter, kokerroom. Heb ik prei? Nee, dat heb ik vergeten. Oh. Geen prei in onze mosterd. Wat had ik binnen, jongens? Nou, dan heb ik mosterdsoep zonder prei. Ik heb lenteuitje, bosui. Ik heb wel, wat is dit? Dat is prei, toch? Dat is een prei. Dat is een prei. Nee. Nou, we hebben prei. Tada! Prei. En wat nog meer? Oh ja. Ui en knoflook. That's it eigenlijk. Let's go! Oké, waar is stap 1? Snijden. Snijden van de prei. Prei, ui, knoflook. Heb je knoflook vers? Of gewoon knoflook snijden kan ook. We hebben misschien ergens vers, maar anders snijden we is ook prima. En een worst moet ik straks nog even gesneden, maar kan later op zich ook nog wel. Oké, dat doen we. We hebben dus alles gesneden. Yes. En we hebben alvast wat boter afgelopen. En dat was 30 gram. Ja, en we moeten nog even bloem afwegen. 40 gram. Oké, dus. Voor de rest is het een beetje gevoelsmatig. Dit doe je een beetje een scheutje erbij. Dat is ook een beetje op smaak. En twee bouillon. Ja. Want ik denk dat we, ja, als je een liter maakt, moet je volgens mij altijd 1 tablet 1 liter. Maar ik doe meestal 2. Dat is wel lekker. Kom maar naar mij. Even kijken. Top! Dus dat gaan we doen. Oké. Okay. Let's go. Een weegschaal. Ik gooi altijd de boter in de pan. Laat ik even smelten met ui en de knoflook. Pak ik dat even lekker zo aan. Dan gaat de bloem erbij. En dat moet dan even. Dat wordt een beetje zo'n papje. Maar dat moet even goed bakken. Want anders is rauwe bloem is slecht voor je. Gooi ik eerst de boter erin, want dat moet even smelten. Dus we gaan even, kunnen we gelijk even goed zien hoe warm de pan wordt. Nou is jou. Ja. Wat is jouw kledingstijl? Nou, eigenlijk hou ik van alles wel. Ik draag soms super netjes, blouseje en een pantalon. Maar ik hou ook van een ripped jeans met een trui of zo. Dus eigenlijk, er is niks waarvan ik zeg, dat draag ik echt niet. Wat voor studie doe je op het moment? Ik studeer rechten. Recht aan de RUG in Groningen Universiteit. En ik zit dit jaar in mijn laatste jaar. Dus ik studeer als het goed is over een paar maanden af. En dan ga ik na de zomer beginnen met mijn master strafrecht. Ga ik doen, strafrecht. En misschien nog wat anders, maar dat moet ik even bedenken. Maar sowieso wil ik graag strafrecht gaan doen. En weet je al wat je er later mee wil gaan doen? Ja, ik weet eigenlijk al heel lang wat ik wil. Qua studie, zeg maar. En qua beroep later. Ik wil heel graag de rechtbank in. En of dat nou als officier van justitie is of als advocaat. Dat ben ik nu ook een beetje aan het onderzoeken. Wat ik leuk vind, wat me leuk lijkt. Oké, we hebben op dit moment dus alles. Nou, ik niet. Ik doe niks. Rochelle heeft net alles in de pan gegooid. Ja, ik heb de boter, dus die 30 gram boter heb ik gesmolten. En daar fruit ik dan even de knoflook en de ui in. Gewoon tot het een beetje glazig wordt.
En dan zet ik daarna het vuur helemaal zacht. En dan gooi ik de bloem erbij. Dan moet je goed een tijdje even laten aanbakken totdat je een soort van, ja, bijna een deegbolachtig hebt. En dat is dan de basis voor de soep. Maar Rachel, wat doe jij zo in het dagelijks leven? Ik ben dus druk met mijn studie. De afgelopen jaar natuurlijk veel thuis gedaan voor mijn studie, dus ik heb ook wel veel vrije tijd gehad. Dus als ik niet bezig ben met mijn studie, ben ik of aan het dansen. Of ik werk op zaterdag vaak in de bakkerij, in Drachten. Werk ik bij een banketbakkerij, dus ik verkoop de hele dag taartjes en gebakjes en koekjes en van alles en nog wat. Dus daar ben ik druk mee bezig en in mijn vrije tijd ben ik veel met mijn vriend. Als de restaurants open zijn, zou ik graag aan het lunchen. Ik heb alle lunchtenten in de buurt al gehad, dus als er nog suggesties zijn, als het straks weer allemaal mag en helemaal leuk is, dan hoor ik graag waar ik volgende keer moet lunchen. Wat is je lievelingskleur? Blauw. Ja, ik heb niet echt een lievelingskleur. Ik zeg wel, vroeger zei ik altijd blauw, maar ja, wat heb ik daar dan mee? Niks. Zwart misschien. Geen kleur. Zwart is geen kleur. Geen kleur, maar dat draag ik wel heel veel. Dus misschien is zwart dan, als het een kleur was geweest, mijn lievelingskleur. En waar shop je zo vaak? Als het kan. Nou, veel online. En dan stel ik veel bij websites als ASOS, Missguided, Pretty Little Thing. En in de stad ben ik vaak bij Bershka, H&M, Zara. Een beetje standaard winkels, zeg maar. Soms vind ik het wel leuk om wat meer. Als ik bijvoorbeeld. Ga ik wel veel. Hoe heet dat? Een beetje steden in Nederland bezoeken. En daar een beetje shoppen. Hotelletje en zo. En dan vind ik het wel leuk om een beetje de boutiquejes op te zoeken, zeg maar. Nou, ik ga nu het vuur laag draaien. Dan moet ik even kalmeren. Oh, het ruikt zo lekker. Ja. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Ik denk van waar ik ben geweest. Ik wil ook nog heel veel zien. Maar van waar ik ben geweest heb ik denk ik wel echt de leukste vakantie gehad op Bali. Daar ben ik geweest in 2016 met mijn ouders en mijn broertje. En dat is gewoon zo'n andere wereld. Ja, je stapt echt even een hele andere wereld in het erbij. Je denkt nu echt, wat wordt dit? Maar het komt allemaal goed in het proces. Hoeveel bouillon had je er ook weer bij gedaan? Ik heb er een liter bij gedaan met twee kippenbouillonblokjes. Oh ja, dat zou heb ik nog gezegd. Ja. 1 liter met 2 kippenbouillonblokjes. En nu moet straks dus mijn mengseltje van ui en knoflook en boter en bloem is nu een beetje aan het afkoelen. En dan gaat dat straks erbij, samen met de prei. En dat moet dan even weer koken. En dan is het tijd om de bol te puderen. Dit is een beetje een loos moment, dat je echt denkt van, komt dit allemaal goed? Oh ja. Maar het komt uiteindelijk wel goed. Het ziet er zo raar uit. Ja. Het heet roux. R-O-U-X. Dat is dan zeg maar de basis van de soep. Oh. Maar dat moet je dan een beetje zo er doorheen roeren. Maar Rachel, wat is je lievelingseten dan? Mijn lievelingseten is denk ik. Ik hou heel erg van bruine bonensoep. Molukse bruine bonensoep is met rijst en zo. Kip. Ja, dat vind ik heel lekker. En ja, ik hou eigenlijk al het Molukse eten is. Vind ik lekker. Ik eet niet altijd Molukse. Oh ja, voor de mensen die het niet weten, ik ben Molukse. Dus het is zeg maar de keuken een beetje van mijn vaders kant van de familie. En dat eten we voornamelijk veel op feestjes en zo. Wat meer bijzondere gelegenheden. Er wordt echt de hele reuzenteug uit de kast getrokken. En dat vind ik gewoon het allerlekkerste. Dus niet zozeer een specifiek gerecht naast bruine bonensoep. En sotto. Sotto is ook een Molukse soep. En ook Surinaams trouwens. En dat vind ik wel echt heerlijk. Gewoon een Molukse eten. Rijst, kip, groenten, boontjes en zo. Ja, dat is gewoon echt mijn favoriet eten. Dat kan ik echt elke dag eten. Maar ja, soms moet ik ook aardappelen eten natuurlijk. Oké, we gaan nu de soep even pureren. Dus de prei en de roux die er nog in zit, zodat het even een geheel wordt. Maar dat vind ik wel een beetje spannend. Hebben we een lepel? Zeker. Nicole. Nou, alsjeblieft. Dank u wel.
Groningen mosterd, heel belangrijk. Groningen mosterd, niet aankomen met andere gekke mosterd. Groningen mosterd. En dat gaat er dan een beetje in op smaak. Dus ik gooi er deze gewoon twee fikse lepels in. En dan zie ik dan wel even verder. Kokroom. Geeft het wat meer een smeuïg effect. Nou, scheut je erin. En nu moet die mosterd dus een beetje... Nou ja, erheen. Kijk, die zit dikke vlat. Nu is het gewoon een kwestie van de hele tijd een beetje proeven of het goed is. Ja. Maar ja, hij is wel iets dunner dan dat hij hoort te zijn. Maar ja, weet je, kan ook niet altijd perfect. Doet niet al van de smaak verder. Ik ga er namelijk meer bloemen gooien. Oeh, ik vind het heel spannend. Moet ik het doen? Moet ik het doen? Ik doe het, ik doe het. Oké, okay, meer durf ik er niet bij te komen. Wordt het spannend. Gaat het goed? Nou. Ja. Kijk aan. Prachtig. Ik ben natuurlijk het zo laag. Nou, Rachel, wat zit er in de soep? We gaan het geheime ingrediënt. Hoe krijg ik dit? Wacht maar. Dat zal heet zijn, ja. Wacht. Zo. Die moet je even laten sudderen voor de echte ijzersmaak. Extra ijzersmaak. Een soepje. Dat is heel goed voor je. Dat is ons. Ja, lekker. Yes. Nee. Hij is helemaal perfecto. Nee. Ik weet nog niet eens of ik dit lus, hè? Dus doe het bij mij maar niet zoveel. Een stukje. Oeh! Ja, dat is helemaal omhoog. Nou, moment van de waarheid. Oh. Cheers. 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 Nou, het ruikt echt super lekker. Weer kan het ook niet lukken. Oh, heel lekker. En Nicole? Nicole is nog aan het verwerken. Ja, ik vind het ook wel lekker. Ik weet nog niet eens of ik dit lust, hè? Dus doe bij mij maar niet zoveel. Ja, ik vind het ook lekker. Nou, was het niet zo erg als dat je had verwacht? Het is niet zo erg. Rachel, heel erg bedankt dat je onze eerste gast wilt zijn met Koken met. Ja. Ik vind het hartstikke geslaagd. Ik ook. Ja. Ik vond het ook gezellig. Ja, zeker gezellig. Goed bijgepraat. Ja, en ook een lekkere maaltijd. Stuur vooral even jullie versie als het is gelukt of als het niet is gelukt. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei. Ik moet zeggen, ik ben er nu wel klaar mee. Nee. Met wat? Met een soep. Oh. Oh. Maar voor mij vond ik het wel.